Als laatste ploeg in Overijssel is dan dus ook Go Ahead Eagles begonnen aan het nieuwe seizoen. Met een oefenwedstrijd, traditiegetrouw tegen Terwolde. En allemaal met als doel om dat verschrikkelijke rampseizoen 2017-2018 te vergeten. Met die 17e plek in de Jupiler League. De eerste goal van het nieuwe seizoen, gemaakt door Istvan Baks. Een van de 6 nieuwe aanwinsten van Go Ahead Eagles die aan de aftrap staat in de eerste helft. En hij, de nieuwe coach John Stegeman, moet Go Ahead Eagles weer op de rails krijgen. En doet dat onder meer in de eerste helft met 4 nieuwe verdedigers. Roland Baas vanaf links, centrum met Veldmaten en Bos. En vanaf rechts deze Lelieveld, de huurling van Vitesse, zoeken naar maar eens een andere aanwinst. Namelijk Richard van der Ven, en dan is het 0-2. 2 spelers van Os die dus Go Ahead Eagles op het scorebord zetten. Van de Venne en Baks kennen elkaar dus al vanuit Brabant. Slechts 2 goals in het eerste half uur van Go Ahead Eagles. En eigenlijk met een gelukje kop nummer 3. Want dit is natuurlijk een fout van de verdediging van Terwolde. Bruno Andrade maakt het af. De Braziliaan natuurlijk getreurd om de uitschakeling van zijn land. En het WK gaat exact tijdens het duel verder met Kroatië-Rusland. Veel supporters die af en toe even stiekem in de kantine kijken. Maar dan missen ze wel een van de laatste momenten van deze proefspeler. Mario Stevel kreeg na afloop te horen dat zijn tijd in Deventer erop zit. Ziet ook Peter Bos. Kwam natuurlijk even kijken voor zijn zoon Gino Bos. Maar die zien we in de tweede helft niet meer terug. Hetzelfde geldt voor alle andere spelers. 11 nieuwe namen. Dus ook Pieter Langendijk. Vorig jaar zo'n moeilijk jaar in Deventer. In zijn eerste seizoen in de Adelaarshorst kwam hij nauwelijks uit de verf. En hij hoopt, net als heel Deventer, op betere tijden. Geldt natuurlijk ook voor deze Zepar. Opnieuw Langendijk vanaf links. Hier Sjoerd Overgoor. Nog zo'n speler die zich wel wil bewijzen. Mag eigenlijk uitkijken naar een nieuwe club. Heeft nog een contract voor een jaar. Deze Sjoerd Overgoor. Hettinga. Opnieuw Zepar. 6 aanwinsten zagen we dus in de eerste helft. Dit is Julius Bliek. Een van de 2 aanwinsten in de tweede helft. Want dit is die andere, Maarten Pauwels. Overgekomen van de amateurs van Dalfsen. Lange spits. En dit is een goede fase van Go Ahead Eagles, waarin het regelmatig het net weet te vinden. Zo ook opnieuw Langendijk. Voor het eerst een speler die zich voor de 2e keer op het scorebord meldt. Deze week weer van alles gebeurd in Deventer. Met name als we kijken naar de spitsen. Sam Hendricks verkocht aan Oud-Heverlee Leuven. En een andere spits, Givan Werkhoven, disciplinair geschorst. En dus moeten we het op het veld hebben van die andere spits. Daar is hij namelijk weer, Maarten Pauwels. Ook zijn 2e van de avond. Eén keer haalde Go Ahead Eagles in de laatste jaren niet de dubbele cijfers. Dat was in 2011, toen werd het 0-6. Nu dus 0-9, maar het wordt toch nog 0-10. Jairzinho Slijngaard met de laatste treffer van de avond. Terwolde Go Ahead, 0-10. De eerste wedstrijd, daar zie je toch dat we heel erg aan elkaar moeten wennen. Maar dat is niet zo raar, want we hebben natuurlijk een behoorlijk nieuwe selectie met veel wisselingen. Weinig jongens ook voor vorig jaar, dus dat heeft gewoon tijd nodig. Daarnaast moeten ze wennen aan mij, aan mijn ideeën, mijn spelopvattingen. Nou ja, dat gaat stap voor stap. Dit zijn toch altijd, hoe je het went of verkeerd, verplichte potjes. En nou ja, we hebben die gelukkig positief kunnen afsluiten. Heb je wel het gevoel dat er een klik aan het ontstaan is tussen de spelersgroep en de trainer John Stegeman? Ja, dat heb ik wel. Ja. De jongens die we, ja, wat ik al zei, die geven aan, ze willen heel erg graag allemaal. En dat is denk ik heel erg prettig. Er zijn natuurlijk ook de jongens weten die hoe ik het wil. Alleen er zijn nog een aantal wel posities die ingevuld moeten worden. En we hebben onze topscorer is verkocht. Dus we zijn op zoek naar een spits. En daarnaast kijken we nog eventueel om het middenveld daarin te versterken. Om de concurrentie omhoog te krijgen. En dan gaat het echt om in mijn optiek kwaliteitsaankopen. Nou, daar zijn we nog wel mee aan het puzzelen op dit moment. En ook dat heeft uiteindelijk invloed op het teamproces uiteindelijk. Toch lijkt alsof het segment er al wel redelijk staat. Als je kijkt naar hoeveel er al gebeurd is op de transfermarkt hier in vergelijking met andere clubs, is dat al best veel.
Ja, klopt. Klopt. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Dat we de spelers hebben kunnen halen die we graag wilden hebben. En nu gaat het erom uiteindelijk dat die spelers uiteindelijk elkaar gaan leren begrijpen. En de manier van voetballen uit gaan voeren zoals wij het voor ogen hebben met elkaar. Maar dat heeft tijd nodig en daar is niks mis mee. Maar dat gaat goed komen.